Midden op deze kale vlakte staat de thuishaven van de Oranje Volleybaldames. We zijn in Almere, bij het topsportcentrum om precies te zijn. Waar normaal gesproken in deze grote hal wordt getraind, wordt er vandaag getraind in deze kleine hal. Bondscoach Avital Selinger probeert zijn meiden op scherp te krijgen, want eind oktober staat het WK in Japan voor de deur. Tot die tijd is Oranje continu in training. Bij de selectie zit ook deze 20-jarige Laura Dijkema uit Bijlen. De spelverdeelster van Oranje zou in de competitie uitkomen voor landskampioen Amstelveen, maar dat gaat niet door. Dijkema kiest ervoor om fulltime voor Oranje te spelen. Wij zijn met een hele groep talentvolle meiden en voor ons is er eigenlijk niet echt zoveel meer te zoeken in de competitie. Wij spelen nu deze zomer tegen landen als Cuba en echt toplanden. En dan val je echt op een heel laag niveau terug als je in de competitie gaat spelen. Dus ik denk dat voor onze ontwikkeling is beter om gewoon alleen maar te trainen puur met de bondscoach. En dan gaan we trainingsstages in het buitenland doen. Dus dat is voor onze ontwikkeling misschien wel veel beter. En die ontwikkeling gaat erg snel. Want een aantal jaar geleden speelden ze nog in Zwingelo voor DOC. En nu sinds deze zomer bij het echte grote Oranje. Daar heeft ze al veel geleerd en ze ontwikkelt zich nog steeds elke dag. Qua zelfvertrouwen is het wel beter geworden. In het begin was ik heel onzeker in het veld. En dat is nu echt wel wat beter geworden. En sowieso de afstemming met speelsters, dat gaat allemaal veel beter nu. Ja, ja, die onzekerheid, hoe uitzicht dat dan in het veld? Het is meer dat je gewoon een beetje af en toe bang bent om een bepaalde ballen te spelen die je eigenlijk dan wel zou moeten doen. En daar moet je gewoon een beetje lef voor hebben en dat komt de laatste tijd wel veel meer. De bondscoach is Avital Selinger. De Israëlische Nederlander is een succescoach, want hij won in 2007 met Oranje de World Grand Prix. Net als vele goede coaches is ook Selinger niet een doorsnee trainercoach. Ja, hij heeft wel een beetje een harde leerschool. Hij is wel echt recht voor zijn raap. Maar aan de andere kant, hij is ook heel technisch en hij is een hartstikke goede trainer. Had je daar ook moeite mee? Want hij staat er ook een beetje onbekend, hè? Dat hij vrij hard kan zijn. Ja, klopt. Nou, in het begin was het wel een beetje wennen. Natuurlijk, als iemand echt tegen je begint te schreeuwen of wat dan ook. Maar ondertussen, hij bedoelt het echt met de beste bedoelingen. Dus je weet, als hij dat doet, dan probeert hij alleen maar energie in je te steken. En dan kun je alleen maar van hem leren. Dus je moet het gewoon positief zien eigenlijk. En positief is Avital Selinger dan ook over Laura Dijkema. De coach, zelf spelverdeler tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 92, ziet Dijkema als een groot talent die zich makkelijk heeft aangepast bij het Nederlands team. Ze kan heel goed concentreren, heel lang vasthouden. Ze is mentaal ijzersterk, vastberaden, ze weet wat ze wil. Ze begrijpt in heel, heel korte tijd heeft ze gewoon de hele speelstijl van het nationaal team eigen spel van gemaakt. Dat betekent enorm veel geheugencapaciteit en dan precies een goede capaciteit om het spelletje te begrijpen, opletten. Wat doet de blok, wat doet de aanvallers, puur spelverdeelster. Deze zomer was Dijkema de eerste spelverdeelster, omdat de eigenlijke spelverdeelster Kim Stalens in verwachting was. Inmiddels is Stalens bevallen en traint ze weer volop mee met Oranje. Kim die heeft in haar zwangerschap gewoon al meegetraind. Dus in die tijd heb ik gewoon ook heel veel van haar geleerd, want zij heeft natuurlijk veel meer ervaring. En bepaalde dingen, dat met bepaalde speelsters, die moeten bepaalde ballen weer hebben. En daar heeft ze me echt veel advies in gegeven. Baal je nu ook alweer een beetje dat ze weer terug is na die zwangerschap? Nee. Ik kan echt nog superveel van haar leren. En het is echt ervaring opdoen. Dat heb ik nu deze zomer wel gedaan. Maar ik denk, ik moet nog veel meer ervaring opdoen om echt een topspeelster te worden. Buiten de trainingen om verblijft Dijkema in de hoofdstad. Want hier woont ze dan, in een appartement in Amsterdam-West. Op het eerste gezicht een eenzaam bestaan, maar dat valt uiteindelijk toch mee. Ik woon samen met Robin, een teamgenootje. En dat is hartstikke gezellig en ik heb die meiden van mijn team eigenlijk ook omheen en dat worden automatisch ook wel vrienden van je natuurlijk. Ja, ben jij iemand die snel heimwee heeft of totaal niet? Ik mis het wel. Ik mis mijn vrienden en mijn familie natuurlijk wel. Maar het is op zich wel, we hebben wel heel veel contact en ik ga ook regelmatig wel naar het noorden toe. Dus het is niet zo dat ik ze haast niet zie, zeg maar. Naast een topsportcarrière studeert Dijkema ook nog aan de VU in Amsterdam, namelijk psychologie. Hoewel het moeilijk te combineren is met de vele trainingsstages en wedstrijden, vindt ze het volgen van de studie wel degelijk belangrijk.
topsport. Het is wel hartstikke leuk om te doen, maar er kan van alles gebeuren. Ik bedoel, je hebt geen zekerheid dat je hier echt het hoogste niveau haalt. En het is toch wel fijn om wat achter de hand te hebben om, voor later sowieso. En het is ook wel fijn om af en toe even wat afwisseling te hebben. Niet alleen het sporten de hele tijd, maar af en toe ook even je hoofd even andere kant op te hebben. Als toekomstig psychologe is Dijkema niet echt bezig met het analyseren van haar ploeggenootjes bij Oranje. Daarbij komt ook dat het Nederlands team helemaal geen continue mentale hulp heeft. Er is wel een psycholoog bij ons op bezoek geweest en die heeft ons wel wat tips en zo gegeven. En die komt volgende week nog een keertje langs voor het WK, zeg maar. En dan hij geeft ons gewoon oefeningen die we dus met het team kunnen doen voor de teambuilding. En gewoon hoe je met druk om moet gaan en zo. Dus dat is wel fijn. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe leert hij jullie met druk om te gaan? Ja, het is gewoon dat je gedachten, dat zijn eigenlijk je krachten, zeg maar. Dus op de manier hoe je denkt, daar kun je gewoon heel veel mee doen. Je kan wel denken dat je zenuwachtig bent, maar als je denkt van ik kan daarmee omgaan, dan ben je misschien nog wel zenuwachtig, maar dan heb je wel wat meer vertrouwen in jezelf, zeg maar. Loopt het volleybal achter op andere sporten, op het gebied van mental coaching? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, mis jij het? Nee, ik mis het zelf niet, nee. Ik kan wel goed ook met de druk omgaan en alles. En ik mis het niet. De komende 2 jaar blijf ik sowieso in Nederland. Dan doe ik het winterprogramma met Aftal Zelingen dan. Dat is alleen maar trainen en dan met buitenlandse stages. En dat is eigenlijk tot aan de Olympische Spelen. En we hopen dat we dat halen. En daarna dan zie ik wel wat er op me afkomt. Ja. Waar ligt jouw ambitie? Heb je voorkeuren? Nou, ik wil echt heel graag de Olympische Spelen halen. En verder wil ik echt in het Nederlands team natuurlijk echt voorwaardige spelverdeelster worden. En ik denk als ik naar het buitenland zou moeten omdat het beter is voor mijn ontwikkeling, dan zou ik dat misschien wel doen. Maar dat weet ik nu nog niet, dat kan ik nu nog niet zeggen. Aan ambitie dus geen gebrek. En Laura Dijkema kan haar doelstelling direct kracht bijzetten, want het WK in Japan begint op vrijdag 29 oktober. Ja.